Koffiebroodjes. Daar is al zo dikwijls om gevraagd. Ik heb het altijd maar voor me uitgeschoven, maar nu moet het gebeuren. Ik ben banketbakker en koffiebroodje is natuurlijk iets voor een broodbakker. Hè? Daar komt gist bij kijken. De omstandigheden. Een broodbakkerij is heel anders. Het is echt een vak apart. Ik heb het hier staan. Ik heb het nog eens in mijn eigen tekst opgeschreven. Maar hij staat ook in het boek. Ja, natuurlijk. 500 gram bloem. Patentbloem. Gewoon van Koopmans. Hè. Van het supermarkt. Supermarkt, ja. 180 gram lauwe melk. Kan jij die eventjes... In de magnetron even warm maken? Echt lauw, dus 10, 20 seconden. Kijk eventjes. Ik zou hem op 15 en dan even voelen. Het moet niet te warm zijn. Lauwe melk. 25 gram basterdsuiker, 1 ei, een pakje gist bij de Turkse groenteboer, die heeft alles. Ik had ook droge gist kunnen gebruiken, want Foodtube heeft, ja, heel mooi, precies goed. Foodtube heeft ook bij Issy Niemeyer gefilmd en die zweert bij droge gist, poedervormen. En als hij het zegt, dan kan het hoor, geloof mij maar. 100 gram zachte boter en die zachte boter en dat zout gaat op het eind. Hè? Want zout en gist, die vinden elkaar niet leuk. Hier staat 300 gram gele room. Gele room hebben we nu al zo dikwijls gekookt. Dus dat moeten jullie even opzoeken. 300 gram gele room, 60 gram krenten en 120 gram rozijnen. Geweld, dus dat is even 10 minuten in het hete water en dan afgieten. Hè? En hier staat dan tot slot nog de abrikozenmoes en poedersuiker en water. En dit moet waterglazuur. Ja. Dat gaat erop. Zullen we maar beginnen? Ja. Stella, de lauwe melk in met de gist. Met de gist brokkelen. Doe jij het maar? Ja. Dat is die 180 gram melk. Om brokkelen, hier heb ik nog een gatje. Ik vind gist stinken. Ja, tuurlijk. Blijft aan je handen zitten. Een beetje doorroeren. Het is wel heel belangrijk dat je die rozijnen welt. Ja, dat is goed dat je dat zegt. Want anders wordt het toch een heel droog broodje als je dat juist, doet. Rozijnen die droog zijn die en die gaan natuurlijk... Het vocht uit het broodje. Precies, juist. Ja. En dan wordt het heel droog. Zo is het goed hoor. Eerst het ei. Ja, dat gaat goed. Een normaal ei van 60 gram. Dan? De bloem. Hoeft niet gezeefd? Nee, want dat is goed. Dat komt zo uit het pak. Gooi er maar gelijk in. En draaien. Als dat een beetje door elkaar zit, komen we met de boter. En wij gebruiken... Kijk eens, de basterdsuiker. We moeten er ook nog bij? Ja. Zo. Wij gebruiken zo'n deeghaak. Hè, die ja, niet ja natuurlijk. De gat en de vlinder. Dat heet een vlinder. Dat moeten we nu niet doen. De gat absoluut niet. En de vlinder... is ook te zwak, dat gaat niet. Dit is echt voor een deegje. Oké. Wat staat hier? Kneed het kort door elkaar. Maar het moet natuurlijk wel een stevig, goed glad deegje zijn. 500 gram bloem en 180 gram water en een ei. Dat levert een heel stevig deegje op, dat zal je zien. Die boter moet het wat soepeler maken. Hij heeft moeite. Het ziet er leuk uit, dat machientje, maar erg sterk is die niet. Nou ja, oké. Ja. Zo. Stilzetten. Zo. Kijk. Nu is het beste stevig deegje. Ja, het is te stevig. Maar daar komt de boter en die gaat een verandering in brengen, zie je? Ja. En het gewoon zout. In één keer erbij? Eén keer erbij. En het zout. En het zout. Indrukken naar beneden. En even rustig hoor. Want, nou, net zo lang draaien tot hij glad is. Hij laat zo meteen los van de kant. Kijk, hier, maar nu gaat hij echt een keer. Nu is het een eenheid. De tafel. Ja. Dit hadden we vroeger in de bakkerij wel eens. Dan liep zo'n machine zo langzaam van de bank af. Echt? Ja, maar een hobart die op de grond klettert. Ja. Was ja, maar dat was bijvoorbeeld met stroedeldeeg en dat was dan een flink deeg.
En ja, dan dat is twee keer gebeurd. Gat in de vloer, want zo'n ding weegt zo zwaar. Is het ding dan stuk? Nee, die overleefde het wel. Stella, nou, hij is klaar? Hij is klaar. Ho. Nou, is een mooi deegje. Kijk, wat we nu nog even doen. We gaan hem even doorslaan. Is een beetje herrie, wil jij dat ook doen? Kijk, je slaat hem plat, zo. Ja. Dan maak je er een mooie gladde bol van. Kijk, Stella, plat slaan en dubbel vouwen. Oké. Ja, nog één keer, maak er maar een mooie bol van. Klaar. Zo. Nu moet hij een half uur reizen, toch? Half uurtje rusten. Want kijk, nu zou je hem niet uit kunnen rollen, hè? Dit moet over een half uur een plak worden van 40 bij 50 centimeter. Dat zou nu nooit kunnen, maar die gluten moet even uitrusten. Zo, alvast een beetje een modelletje. Nou, en dan staat er in de koelkast, maar wij leggen hem op de koele aanrecht. Dat is ook goed. Achter ons en dan gaan we wat anders doen. Zo. Zou je nu niet in die bak met een theedoek of zo erover? Nee, zo ja, geen natte theedoek. Want ja, we moeten hem uit gaan rollen. Hè? Dus straks gaan we hem vanuit deze positie, maken we er een plak van. En die ga jij gele room en... rozijntjes in doen, ja. Ja, we leggen hem nu weg. Oké. Een half uurtje geleden hebben we het deeg weggelegd, kijk eens. Hij is nu daarnet was het heel stug, maar we kunnen het nu goed uitrollen, zie je? Ja. Oké. Als we het uitgerold hebben, gele room erop, rozijnen, opgerold en in schijven gesneden, dan gaat het op de bakplaat, maar dan moet het nog... doorrijs. Dan krijgt het de tweede rijs, voordat het in de oven gaat. Maar, kijk, dit ligt nu op het aanrecht een beetje tot rust te komen, maar nu moet hij echt gaan rijzen. En wij hebben geen rijskast. Hebben we niet. Dus ik zet de oven, daar moeten we heel erg mee uitkijken. 1 à 2 minuten, we houden hem in de gaten. En heel lichtjes, dus even en gelijk uit. Ja. Dat hij op 30 zit. Vergeet je hem 3 minuten, ja, dan zit je met 60, 70 graden en dan gaat het eraan. Snap je? Dan gaat hij bakken. Ja. Dus we gaan dit nu uitrollen. Zie je wel mooi soepel, hè? Ja, zeker. En nou, hij heeft ronde hoeken. Maar dat willen we niet. We gaan nu, dat is de sport natuurlijk, om een plak uit te rollen die vierkant is. 40 bij 50. Oké. Zie je wat ik nu doe? Kijk, de broodbakkers onder de kijkers, nou die lachen zich gek. Maar ik ben geen broodbakker, mensen, dus ik doe mijn best, maar... 42 staat hij. Hoeveel? 42. Kijk, dan moet hij gauw uit. Laat hem maar even openstaan, zo. Zie je wat? Okay. Zo snel gaat het, hè? De collega broodbakkers gooien zo'n deeg even door de uitrolmachine. Hè? Ja, nou goed. Maar dat hebben we thuis ook. Dat heeft niemand thuis, dus... Zie je wat dat half uurtje rust doet? Hoe makkelijk hem nu uit kan rollen? Kijk... Ik rol naar de punten toe, want straks, hij moet gewoon helemaal vierkant zijn. En steeds, kijk, want hij raakt zijn bloem raakt hij steeds kwijt. Hè? Dus als je gaat staan rollen en je wisselt hem niet, je draait hem niet om. Ja, dan heb je op een gegeven moment, krijg je hem niet meer van de bank af. Ja, dan moet je opnieuw beginnen. En dat vindt dat deeg niet leuk. Waar staat de rijskast nu op? Op 37. Gaat die mooi dicht. En zo, doe maar dicht. Klein beetje zo. Zie je wat ik doe met dat rolstokje? Sturen. Ja. Beetje naar de hoeken. Maar waar ik ook goed op moet letten, dat het natuurlijk overal even dik is. Hè? Mm-hmm. Stel je voor, je hebt op een gegeven moment de gewenste maat en het is hier veel dikker dan daar. Dat is niet goed.
Nee. Toch het moeilijkste, en dat ga jij doen. Dit is best wel duur. De gele room erop smeren, maar overal evenveel. En ook de randen. Ja. Kijk eens even, 50 bij 40, hoe zitten we? Dus hier is het 50, ja. 49 bij 40. Oké. Okay. Precies goed. Nou ga jij de gele room erop doen. Met een paletmes. Ja, en dan, ik geef het heel voorzichtig even aan. Hier niet. Dit maak ik even nat met water. Ja. En dan beginnen we hem hier op te rollen zo. En dat laatste... Plak je vast. Hier mag wel overal. Overal. Oké. Okay. Schep het maar gewoon op het deeg. En dan ga je met de zoveel mogelijk met de punt van het mes stuur je. Weet je wel? Ja. Ja. Die 300 gram gele room... Dat zou een receptje zijn van 250 gram melk. Dus de helft van het gele roomrecept wat in het boek staat. Maar een beetje gele room over hebben is geen probleem, want het is altijd lekker natuurlijk. Hè? Ja. Hè? Dit is zo lekker, gele room. Ik vind dat je het heel netjes gedaan hebt. Dank je. Ja, ik had ook niet de neiging, ik hoop dat de kijkers dat zien, dat ik om in te grijpen, want je hebt het helemaal goed verdeeld. Nu moet je gewoon de krenten en rozijnen eroverheen strooien. Oké. Okay. De oven staat op 34, zie je hoe snel dat gaat. Ja, want als het te warm is, dan verrijst die en dan wordt het niks. Ja. Nu mogen de krenten en rozijnen erop, hè? Ja. Alles mag erop. Ja. Ze zitten door elkaar, hè? Ja. Ja. Ja, dat moet je in één keer goed doen. Nou, ik probeer eerst wat meer te verspreiden, want je kan het niet hier weghalen en daar doen. Het moet over het hele deeg moet het gelijk verdeeld worden. Oh ja. Geef niet als het ernaast valt, want dat doen we wel terug. Zie, je bent een beetje te optimistisch geweest, maar dat geeft niet, dat plukken we daar weg. En dat leggen we hier in de rand. Kijk, zo'n leraar, dat is zo'n oneindig lang geleden, die zei, aan de rand wonen ook mensen. He? Ja, want, ja, oké, okay. Een beetje flauw, maar hij had wel gelijk. Kijk, het geeft niet als je erin gaat rommelen met je handen, maar je ziet dat je hierheen moet en daar en hier minder. Ja. Ik blijf er gewoon vanaf. Dat zie je toch niet aan de binnenkant, toch? Nee, niet dat knoeien, dat zie je niet. Maar hier moet natuurlijk wat. En daar aan de rand, hè? Ja. Ja, nou, het is prima. Maar nog een beetje schuiven, goed? Ja. Zoiets? Ja. Zo. Plak die nog een klein beetje. Zo. We gaan rollen. Doen we maar even met z'n tweeën, ja? Ja. Heel, heel strak oprollen, hè? Ja. Jij maakt ze toch ook wel eens met Angela? Nou, één keer gedaan. Oké. Met je moeder? Maar die waren goed gelukt ook, hoor. Die waren goed, hè? Ja. Uit het boek. Ja. Nou heb ik het deeg zo goed mogelijk gelijk uitgerold. Niet onmogelijk dat die straks ergens dikker is, hè? Ik geloof dat het helemaal goed komt. Ja, dit gaat goed. Zo. En nou een klein stuifje. Kijk, nu Stella. Dat kan bijna niet anders. In het midden. Maar dan rek je hem hier uit en dan doe je hem hier wat. Aanduwen, ja. Want je wil natuurlijk dat die 16 broodjes even groot zijn. Hè? Mm-hmm. Het hoeft niet, maar dat moet gewoon. Nou, in 16e. 54, een beetje induwen. Nou, nog iets induwen. Ik geef het even aan en dan mag jij snijden. Om de hoeveel centimeter doe je ze? Nou, kijk, ik doe hem door de midden en dan weer door de midden. Zo, kijk. Nou, en dit moet dan in vieren. Nou ja, oké. Okay. Dat moeten we op het oog doen, hè. Mm-hmm. Ik snij nog niet. Dat is ook, zie je? Zo, door de midden. Ja, je kan ze per stuk gaan meten. Maar laten we dat nou maar even, die laatste is iets dikker, dat moet, want dat is een beetje een aflopertje. Nou, nog best wel veel ook.
16. In de eerste druk van het boek. Ja, daar had Angela een opmerking over. En had ze gelijk, we hadden te veel krenten en rozijnen. Dus dat hebben we teruggebracht. En daar stonden 12 en niet 16. Dus dat is nu met de herziene druk. Kijk, let goed op, Stella. Zagen, dit is het scherpste mes wat we in huis hebben. En dan even afvegen. Heel voorzichtig zagen. En dan krijg je dit. Oh. En zo gaan we hem op de plaat zetten. Okay. Nogmaals, veeg. Ik pak een stukje papier. Veeg het mes steeds maar even af. Ik denk dat bakkers dit deeg koelen. En dan kunnen ze veel beter snijden natuurlijk. Hè? Leggen we ze dan gelijk op de plaat? En dat ga ik doen. Maar jij gaat zo goed mogelijk proberen zagen. Hè? Dus niet drukken. Gewoon heel veel heen en weer halen. Zodat die rond blijft, snap je? Nou snij je schuin. Zie je? Kijk. Maar heel veel meer heen en weer halen. Nee. Je moet heel veel heen en weer halen. Okay, ja, ik moet streng zijn. Gewoon lange halen. Ja, zo ja. Juist zo. Heen en weer. En geen druk uitoefenen. Anders dan... Juist. Heb je wel eens les van René Ameling gehad? Zijn uitspraak is, laat het mes zijn werk doen. Vind ik heel mooi, want dat is zo. Ik hoef er niks te doen, alleen te zagen. Juist. En ik kan best zijn dat ik ze zo meteen nog even moet verzetten. En dan moet ik toch weer even kijken. 40 minuten reizen. Okay. Terwijl jij ze rustig snijdt, kan ik even uitleggen dat dit is voor ons een koffiebroodje. Maar een koffiebroodje, dat is natuurlijk een heel breed begrip. Hè? Dat kan alles zijn. Hè? Maar, amandelspijs. Met amandelspijs of een andere vorm. Maar dit is toch wel... Voor ons het originele. Ja, precies. Het kan ook, een koffiebroodje, maar dat is iets moeilijker. Dan heb je een plak hier liggen en dan vouw je hem in drieën. En dan snij je daar reepjes van. Snap je? Je hebt die plak van 40 centimeter. Ja. En dan heb je een lang reepje. En dan wordt er in het midden een inkeping gemaakt. En dan haal je hem er even doorheen. Oh ja. Ja, dat gaan we gewoon niet doen, want ik vind dit moeilijk genoeg voor thuis. Vind je niet? Ja, ik ook. Het zal zeker zo zijn, Stella, dat er eentje wat kleiner is, maar ik vind het toch wel aardig. Doe je nog steeds het meswerk laten doen? Want ja, nou, ze gaan elkaar straks na de reis precies raken. Dat betekent lekker zacht gebakken. Nog twee. Zagen. Mm-hmm. Nou, hier snij ik dan, dat ziet niemand, een klein stukje vanaf. Zo. Netjes, hè? Ze gaan nu 40 minuten, dus het is nu 1:15. Kijk, hij staat uit, hè? Hij staat weer op 41, maar goed, als deze plaat erin is, dan zak je. Ik laat de thermometer er even bij liggen. We halen hem over 40 minuten eruit, zetten hem op de aanrecht en dan verdonder die oven op 220. En dan binnen minder dan een kwartier bakken. Lekker zacht bakken. Dat is het verhaal. En dan? Zelfgemaakte abrikozenjam. Eventjes goed verhitten. Daarmee inkwasten. En dan, maar nu loop ik even op de zaken vooruit. Ik heb hier 50 gram poedersuiker. Kijk, de abrikozenmoes die staat ook natuurlijk. Die hebben we gemaakt. Ja, ik zeg moes, maar dat is jam. Dit is 50 gram poedersuiker en 10 gram water. Dat roeren we door elkaar, dat verhitten we tot 60 graden. En dat is een transparante suikerlaag die er als laatste overheen gaat. Dus je krijgt dat zoete broodje, dan dat zure laagje van die mousse. En waterglazuur. We staan nu toch te wachten bij de oven. Waterglazuur wordt niet meer door bakkers gebruikt. Ze hebben natuurlijk allemaal fondant, wat ze heel slap maken. Ja. En dan krijg je een beetje een...
icing of zo. Ja, dat. Maar dan, ja, hij is niet transparant. Waterglazuur is transparant, snap je? Heel afgeslapte fondant niet. En wat ik minder vind, sommige bakkers die hebben een pan fondant en slepen er zo een spatel overheen en heb je allerlei strepen eroverheen. Ja, dat vind ik wel heel makkelijk. Hè? Laten wij het maar gewoon doen zoals het hoort. Zoals het hoort en zoals ze het vroeger deden. Ja. Oké. Okay. Ze hebben er 40 minuten in gezeten en de oven staat op exact 31. We halen hem er even uit en we zetten nu de oven op 220. Nou, dat is die heel snel. Zo, over 5 minuten, dan geeft hij een piepje. Dan gaan ze erin en dan binnen een kwartier. Hè? Ja. Oké. Okay. De rijstkast is veranderd in een oven van 220. Stella gaat ze er nu in zetten. En ja. 14 minuten, maar we gaan na 10 minuten al kijken, want we willen hem heel zacht gebakken hebben. Zo. Nou, de broodjes die zijn klaar. 13 minuten. Even kijken hoor. En ze zijn echt goed hoor. Mooi hè. Ja. 13 minuten op 220. Ja. Ze hadden niet langer gehoeven, hè? Nee, daar heb je helemaal gelijk in. We gaan ze over een minuut of twee eventjes met hete abrikozenmoes en glazuur erover. Glazuur. De abrikozenjam is warm. Nou, gekookt. Ingekookt. Loeiheet is die. Loeiheet. Ik doe er één voor, Stella. Is zo erg. Nee, voor jou niet, maar voor mij. Nee, kijk. Echt hele hete jam. En die dopen we. Zijkant. Ze zijn in de regel, in de winkels, zijn ze plat en heel groot. Dat snap ik ook wel, want dan tonen ze meer. Maar ik vind dit wel een heel mooi modelletje, vind je niet? Ja, prachtig. Ze zijn natuurlijk dan extra zacht van binnen. Kijk, je schildert als het ware. Ik zou zeggen, doe er nou nog twee. De poedersuiker en het water, dan maak ik een beetje waterglazuur. En dan maken we ze af. Ga jij dan nog even twee inkwasten, de zijkant, de bovenkant. Ik heb hier 50 gram poedersuiker en 10 gram water. Zo. Wacht even. Zal ik ze niet allemaal doen? Nee, want je hebt. Kijk, je moet het eventjes een beetje strak. Ja, dit hoeft de camera niet te zien dat ik je nu verbeter, maar je zit te vegen. Kijk het. Nou zo, deze drie doen we. Doe er nog één. Ja. Deze hoeft niet lekkerder te zijn als uit de winkel, want wij doen boter. Dan kan je zeggen, niks lekkerder als boter. Maar dat doet een bakker niet. Je hebt krentenbroodcreme. De industrie die heeft dingen ontwikkeld waardoor die broodjes heel zacht zijn. Waterglazuur, poedersuiker met water. 50 gram poedersuiker en 10 water. 60 graden. Heel lichtjes. Heel licht. En kijk, dat zuurtje van die mousse, Stella. En dan dat krokante suikerlaagje. Oeh. Ja, dat is echt lekker, hoor. Heerlijk. Zie je? Oh. Het is maar een klein beetje. Dus kijk, als dat pannetje voller zit, dan werkt het makkelijker. Begrijp je dat? Ja. We staan nu een beetje te tobben, omdat we er gewoon maar even vier willen doen. Nou, valt nog mee, toch? Ja, vind je. In het hoekje nog een beetje, schatje. Ja. Prachtig. Ja. Zie je wel, het mes doet zijn werk, Stella. Ja. Heel mals ook. Ja, eigenlijk nog te warm om te snijden. Ik sta me een beetje te vernielen, hè, maar we doen het te overhaast, hè. Neem eens een stukje. Hij valt al. Ja, gelukt. Heel lekker. Lust je nog een video? Er staan er ruim 1300 voor je klaar. Abonneer je op het YouTube-kanaal of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je wekelijks op de hoogte van nieuw materiaal.